moet zeggen, toen ik die uitnodiging kreeg voor een interview hier in de Boekentoren, was ik eigenlijk wel een beetje opgewonden, want ik heb dat hier nog nooit gezien. Ja, dat is natuurlijk dé plek, hè. Hier in, zeker in Gent. Ik woon in Gent, maar het is ook een heel begrip. Hè. Vlaanderen, België, buitenland. In ieder geval, we zijn hier nu zoveel jaren nadat hij dit gebouwd heeft. Dit is nog altijd een heel actueel gebouw. Zijn eigen ontwerpen zijn nog altijd actueel. Ik kan alleen maar hopen dat de dingen die we zelf doen, die ik zelf doe, dat die ook over zoveel tijd nog gezien zullen worden en nog een bepaalde relevantie zullen hebben. Ik denk dat die Van de Velde prijs die ik ooit heb gekregen, dat dichtst is geweest dat ik ooit bij Henri Van de Velde ben gekomen. Ik heb die prijs gekregen destijds voor een tuinmeubelcollectie die in productie is gebracht bij Tribu, de collectie Natal, die ook verdeeld wordt via het Huis van Ordegem. J'ai toujours trouvé que Henri Van de Velde avait su exprimer des lignes et des volumes qui étaient en même temps structurels. Donc c'est un peu dans cette même démarche que moi j'essaie de travailler. Maar als ik er vandaag bijvoorbeeld op terugkijk, ja, dan zie je toch wel dat de crème van het Belgische design daartussen zit. En ik zou niet zo gelukkig zijn, denk ik, moesten we daar niet tussen staan. Het is heel duidelijk gecommuniceerd geworden op internationale beurzen, zoals in Keulen, Milaan, dat we eigenlijk met een product op de markt kwamen, wat eigenlijk door een objectieve jury bekroond was met eigenlijk beste publieksprijs of beste product van België op dat moment. En voor een buitenmeubelcollectie was dat toch vrij uniek. Zo'n prijs, dat doet altijd iets voor je ego. Je krijgt er ook een beetje geld voor, dat is ook meegenomen. Maar ik denk dat je... Een appreciatie is altijd leuk. En eigenlijk, ik denk dat mensen die creatief bezig zijn, dat die ook wel af en toe die appreciatie nodig hebben om te kunnen verder doen. Ik kan me volledig vinden in de definitie van Harry van der Velde. Dat hij zegt dat iets dat gemaakt nuttig moest zijn, dat het coherent moest zijn, dat het zin moet hebben. Ik vind als ontwerper zelf hebben wij toch een bepaalde verantwoordelijkheid. We leven in een maatschappij waar er niet bepaald gebrek is aan producten. Er zijn veel te veel producten op de wereld. Die hebben allemaal hun impact, ecologisch enzovoort. Dus alvorens iets nieuw op de markt te gaan zetten, voor we dat recht toe-eigenen om dat te gaan doen, moeten we toch afvragen in hoeverre dat het zin heeft, of dat het iets toevoegt, of dat het een meerwaarde heeft, of dat het voldoende onderscheidend is en voldoende innovatief is, om dan een soort toelating te krijgen om die impact, die ecologische impact te gaan doen. Ja, nee, eigenlijk niet. Ik vind, het moet meer hebben. Ik vind, er moet emotie losgeweekt worden. En als het maar louter een functie heeft, als een functie voldoet, vind ik het niet genoeg. Ik denk dat we daar een ongelooflijke voorvader in hebben, die Van de Velde, dat toch wel een klein beetje de godvader is van al de vormgevers die er voor het ogenblik rondlopen. Als je het niet kunt gebruiken en als het alleen maar dient om aan de muur te hangen, dan is het kunst. Dan is het geen ontwerp. Ik maak gebruiksvoorwerpen. En gebruiksvoorwerpen dienen om te gebruiken. Als je ze niet kunt gebruiken en als ze alleen maar dienen om esthetisch te zijn of zo, dan is het kunst. Dat is misschien een heel rudimentaire definitie, maar de functionaliteit is bij mij wel heel belangrijk. Een stoel die niet goed zit, die is voor mij voor vuilbak. Ik ben iemand die problemen bij elkaar gooit en daar iets mee doet. Een goed eisenpakket omzetten naar een goed product. Dat een mooi product oplevert, wat een verrassend product oplevert, wat een betaalbaar, wat een verkoopbaar product oplevert. En dan zie ik dat eerder als toegepaste kunsten. Ik denk dat de architectuur soms een stap verder is dan schoonheid ontwerpen. En het esthetische, het is soms heel moeilijk te definiëren. Als je een architectuur van Corbusier ziet, die kun je toch soms moeilijk zeggen, is dat nu schoon of is dat formidabel voor een woord te gebruiken. Ik denk dat tweede meer dat benadert. Er is voor elk onderdeeltje dat meubel heeft of elke vorm, is er altijd een zeer doordachte reden. Die poten die staan schuin, want oké, in de verstelling moet je die banken verder van de tafel kunnen brengen. Als je het wilt als verlengstuk gaan gebruiken van de tafel, moet je het naar boven brengen, moet het weer aansluiten. Het is bijna... Als het dan mooi is, uiteindelijk zou je bijna kunnen zeggen dat het bijna een toeval is.
Omdat elke vorm is bepaald door een andere factor dan een esthetische. Voor mij moet het een geladen object zijn. Dus een object of een ding zonder verhaal vind ik al niet goed. Dus je vertrekt altijd vanuit een verhaal of vanuit een gevoel. Je hebt dode objecten en je hebt geladen objecten. Dus voor mij is dat wel een van de belangrijke dingen. Donc je pense que un bon design est vraiment quelque chose qui est une vraie innovation, qu'elle soit dans la forme ou dans la fonction ou dans mais aussi il faut que ce soit économiquement viable. En een stoel die moet dienen om te zitten, die moet daar staan niet om mooi te zijn, maar om te gebruiken. En als die daarbij dan ook nog een keer mooi uitziet, als die een goede smoel heeft, dan is dat een goed product. Er zijn genoeg stoelen waar die hun aan hun functie vervullen. Waarom zou je dan die kiezen? Ze zijn allebei functioneel, ergonomisch, maar je gaat toch diegene kiezen die toch voor u ergens een meerwaarde heeft. En dat is het volgens mij het niet-rationele, de emotionele, dat erbij komt. De gulden snede heeft bij ons wel een groot invloed gehad. Maar ik moet er direct bijvoegen dat het geen streven is, maar een middel. Je voelt het soms dat die verhouding aanwezig is. Niet aan de decoratie, maar gewoon de verhouding, de driedimensionele verhouding, dat je echt ondergaat. In mijn ogen bestaat de esthetiek niet. Esthetiek is gewoonte. En wanneer vinden we iets mooi? Als we uiteindelijk gewoon zijn. En waarom zijn we het gewoon? Omdat het iets is dat zijn plaats heeft veroverd. Dat heeft bewezen dat het zijn kwaliteit heeft als gebruiksvoorwerp. En ik denk dat eerst onze appreciatie komt voor het gebruik dat we ervan maken, voor de werking van het ding. Dus dat de dingen goed werken. Dat we dat dan eigenlijk gaan in onze leefomgeving meenemen. En dat dat dan een deel wordt van onze leefomgeving en dat we daar eigenlijk bijna niet meer zonder kunnen. En dat is esthetiek. De gewoonte van die dingen rondom ons heen te hebben. Een toegepast kunstenaar die ontwerpt serviezen, die ontwerpt auto's, die ontwerpt meubilair. Wel, wij als designers zijn dat type mensen die inderdaad met techniek werken, met nieuwe innovatieve materialen en daar iets moois proberen mee te maken. Een product wat werkt, een goede product te maken. Ik ben eigenlijk een toegepaste kunstenaar, maar dat ik vind dat mijn werk zich moet smeden naar de mens en moet een functie hebben voor de mens. Het is niet zo dat ontwerpen voor mij iets is dat makkelijk is. Ik denk soms van andere ontwerpers dat zij dat wel makkelijk hebben, dat zij gewoon maar de ontwerpen uit hun mouw moeten schudden en dat het er is. In mijn geval is het een moeizame weg, een pijnlijke weg. Le design est une équation esthétique, si on veut. Donc une équation entre quatre paramètres, qui sont la technologie, la fonctionnalité, la beauté et la culture. Et ces quatre paramètres sont finalement en équilibre dans un objet de design, inévitablement. Goed design of goede vormgeving is het moment, het zeldzame moment, dat alles klopt. En dat is dus zowel de functionaliteit, het gebruik van de dingen, maar ook de manier waarop de dingen gemaakt zijn, de materiaalkeuze, de efficiëntie van uw materiaal, de efficiëntie van de energie die erin gestoken is om het ding te maken. En als al die dingen op elkaar afgestemd zijn en op de juiste manier gedoseerd is, kom je tot een ding dat goed gaat werken en dat dan uiteindelijk op de een of andere manier zijn plaats verovert in de omgeving. Tijdloosheid is een zwaar begrip, alhoewel dat ik als ontwerper probeer dat na te streven. Ik ben daar eerlijk in. Ik vind een product dat je ontwerpt moet zo krachtig zijn dat dat de tijdsgeest overstijgt. Dat is niet het simpelste uitgangspunt, maar ik tracht dat wel bij ieder ontwerp zo uit te puren dat er iets overblijft wat krachtig is. En niet alleen op de dag van vandaag, maar achter 10 jaar en liefst achter 50 jaar ook nog. Ik denk wel dat op dit moment er sprake is van Belgisch design. Niet in de zin van tot het in een stijlperiode of een vorm
stijl kan omgezet worden. Maar ik denk wel dat er duidelijk een tendens is dat wij op dit moment in België goede producten maken. Goh, het onderscheidt zich dat het eigenlijk redelijk anders is. Het is een Belg durft de dingen een beetje anders te bekijken, omgekeerd, onlogisch na te denken. Het surrealisme zit er echt nog wel in gebakken. Er bestaat wel iets typisch Belgisch in de designwereld. We zitten ook met een begrip Belgitude. Dat bestaat eigenlijk nog altijd. Er zit een zekere hekte en zekere vrijheid in de ontwerpen. Wij zijn duidelijk als Belgische fabrikanten, Belgische ontwerpers aanwezig op internationale beurzen, zowel meubelbeurzen, innovatieve beurzen. En ik denk ook dat er verschillende bedrijven zijn in België die internationaal heel goed scoren. Je pense qu'en Belgique, justement, on a une grande richesse, notre multiculturalité, et donc on est, voilà, c'est un brassage de culture. Et donc je pense que c'est ça qui nous caractérise, donc pas une quelque chose unique, reconnaissable. Je hebt er inderdaad een extremis, je hebt een tribu, die allebei in feite toonaangevend zijn, mondiaal. Dat zijn bedrijven die trendsetter zijn in de tuinmeubelsector, maar allebei op een ander gebied, ze vullen elkaar aan. Ik vind dat elk ding ergens een bepaalde prijs zou moeten hebben. En dat we allemaal zouden moeten leren van in plaats van 10 t-shirts van 5 euro te kopen, dat we er een kopen van 25. Waardoor er iemand heeft aan kunnen werken, waardoor er iemand zijn stil heeft kunnen insteken en zo. En dat die mens dan ook deftig wordt betaald. Design heeft die connotatie elitair, te duur, te weinig kwaliteit. En jammer genoeg is dat ook dikwijls zo. Is daarom ook dat ik vind design op zich, het woord heeft al iets negatiefs, vind ik, zeker op de dag van vandaag. Als iemand een tuinkabouter in zijn voortuin heeft staan, is dat ook een design tuinkabouter. En de kapper is ook een design hairstyler. Dus nee, ik zou liever willen spreken over productontwikkeling. En design moet producten opleveren die verantwoord zijn, die duurzaam zijn en die er heel goed uitzien. En design is meer dan styling. Mais je pense que c'est très important et de plus en plus on va avoir la possibilité de faire des choses écologiques ou recyclables ou en tout cas qui ont des matériaux qui ont des chemins qu'on peut contrôler et pas avoir des déchets. Donc ça fait partie aussi de la durabilité je n'ai jamais envie, en tout cas, de dessiner un meuble qui est déjà un déchet potentiel quand il est produit. De meest ecologische stoel is op de grond gaan zitten. Oké, okay, daarmee komen we er natuurlijk ook niet. Maar ook het minst ecologische product is een product dat niet verkoopt. Dat is ook een niet-ecologisch product, is een product dat na 2 jaar al gedemodeerd is. Dat misschien een fysieke levensduur heeft van ik weet niet hoe lang. Als de mensen het na 2 jaar al niet meer willen hebben, dan is het een zeer, zeer slecht ecologisch product. Écoutez, je pense que les maisons d'édition en Italie et ailleurs sont aujourd'hui vraiment de plus en plus intéressées par ça. Et c'est aussi justement un argument commercial, parce qu'aujourd'hui, le monde est prêt, le consommateur final est prêt à choisir plutôt un produit qui respecte l'environnement qu'un autre. Wij proberen echt intrinsieke goede producten te ontwerpen en niet design te gebruiken als een sausje wat je over een product giet. Design moet een vitamine zijn, vind ik. En op het moment dat wij het product eigenlijk loslaten en het product in productie gaat en naar de verdeler en naar de consument, is het eigenlijk een beetje zoals een kind afgeven. Je hebt daar zo lang aan gewerkt, je kent dat door en door tot de kleinste schroef. En dan is dat soms moeilijk om dat in feite los te laten. Het is daarom dat het ook zo aangenaam is als het dan ergens in een ruimte staat, in een winkel of een verdeelpunt, dat die waardes weten appreciëren en die dat ook in zijn juiste context plaatsen. Dus het is logisch dat voor mij de mens dan ook centraal staat. En nu is er ook een fashion word geworden, human-centered design. Ik denk dat dat bij mijn ontwerpen en in de firma altijd heeft gespeeld, dat we dingen maken voor mensen,
dat het product minder belangrijk is dan de persoon die er eigenlijk gebruik van maakt. Ik vind dat heel boeiend om te zien achteraf hoe mensen daarop reageren, hoe mensen van de verkoop, commerciële mensen daarmee omgaan. En zelfs doet het mij iets als ik dat achteraf in een tuin of in een woning of ergens zie staan. Het blijft nog altijd iets emotioneels van jezelf. Deze week nog heb ik ook een foto van een Gargantua-tafel binnengekregen die duidelijk in de Alpen stond met ongeveer een 30 centimeter sneeuw erop. Dus iemand die gewoon de moeite doet om dat te fotograferen, ik ken die persoon niet, en dat te zenden aan ons, dat vergt al een bepaalde inspanning die toch toont dat er een bepaald een binding is of een bepaald respect is. Dus ik heb ooit in Parijs iemand zien lopen met de wandelstok die ik gemaakt heb, serie. En dat vond ik eigenlijk wel plezant. Dus die man kent je niet. Je weet niet of dat nu wie het gekocht heeft, waar het gekocht is. En je hebt er nu wel de neiging voor te gaan vragen. Natuurlijk, het zijn uw kinderen ergens. Hè? En wanneer is uw kind niet meer uw kind, blijft nog altijd uw kind. Ook al verlaat hij uw woning, hè, blijft nog altijd uw kind. En ook als dat kind problemen heeft, ook in latere jaren, gaat je dat ook nog opvangen. Ik vind de eerlijkheid in de vormgeving, denk ik, toch heel belangrijk is. En met eerlijkheid, denk ik, wij willen zeggen, de functionaliteit primeert. En als dat dan logische vorm is met een goede uitvoering van materialen, zal de esthetiek volgen. Denk ik.